meekijken met de vogels. Ruim 2 miljoen mensen deden dat gisteravond bij Earthflight. Een serie die de EO uitzendt. Het is het best bekeken natuurprogramma ooit op de Nederlandse televisie. Ja, zulke beelden, dat maak je natuurlijk niet zomaar. Er zijn maar een paar cameramannen ter wereld die dat kunnen. En één van hen is Michael Sandersen. Hij woont in Nederland. Taco mocht bij hem op bezoek. Nou, zou je denken dat we de natuur in moeten om Michael te vinden, maar er moet natuurlijk ook heel veel voorbereid worden. Daarom zijn we hier in zijn kantoor. Daar is hij. Hoi. Hoi. Taco. Michael. Die beelden van die vogels, hoe maken jullie die nou? Hoe zij het hebben gefilmd is met camera's die vastzitten op hun lichaam. Dus die kijken dan mee langs hun hoofd. En die zien dan ook die hoofd heen en weer gaan waar ze naartoe kijken. Dat zijn dus geen wilde vogels dan? Nee. Bij Earthflight zijn ze niet wild. Dat zijn vogels die door mensen zijn opgevoed. En dus zijn ze gewend aan die mensen. Dus dan kunnen ze dat soort dingen doen. Dus een klein cameraatje op hun nek doen of op hun rug. En dat vinden ze niet erg. Dit is een kleine camera. Dit is een van de kleinste die je kan krijgen. En je kan in de toekomst verwachten dat er ook nog mooiere beelden komen uit de lucht. Want die camera's worden steeds beter. Michael reist de hele wereld over om natuurbeelden te maken. Op dit moment is hij druk met een film over natuurgebied de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Je zit in Nederland, maar het voelt alsof je op een Serengeti zit of zo. En het is een soort van Serengeti van Nederland. De open savanne. En er zitten allemaal wilde beesten en kuddes die dan voorbij rennen. En het is een fantastisch gevoel. En dat kan gewoon in Nederland. En dat is het mooie ervan. Michael maakt hier veel gebruik van een kleine camerahelikopter. En dat gaat ook wel eens mis, zoals deze winter. Hij is tegen een boom aangevlogen. Bedankt. Dat is rule number one. Met helikopter vliegen is vlieg niet dicht bij bomen. Maar soms moet je een beetje risico nemen als je de mooiste beelden wilt hebben. De film van Michael heet Nieuwe Wildernis en komt volgend jaar in de bioscoop. Het natuurprogramma over de vogels is volgende week dinsdag weer op tv om 8:30.